Politie, laat vallen dat wapen. Stop, police. Loopt dus iemand met een bom over het strand. Wacht even, die gas schiet op mijn collega's. Staan blijven, kom op. Niet schieten, laat los de wapen. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD voor en morgen. En vandaag ga ik op pad met Wim. Niet zomaar Wim vandaag. Wim is vandaag bij de BE, oftewel beveiligingseenheid. In de Touareg, of hoe heet dat ding? Touareg, weet ik veel. Ja, anders gekleed dan normaal. We zijn ja, wat meer gepantserd, zeg maar. En we hebben natuurlijk een MP5. HNK MP5 is het, geloof ik. En natuurlijk wel nog de Walter. Maar wat het is, ze lopen altijd zo rond, voor zover ik weet. Ik moet alleen even kijken, want ik wil natuurlijk... Ik moet hem even op semi-auto zetten. Dat is dit geloof ik. Dan kan je tenminste... Ja, dan schiet je maar één schot per keer. Ik geloof dat dat zelfs verplicht is, dat ze dat instellen. Of het in ieder geval, ze doen het standaard, omdat je anders meteen 30 kogels in iemand schiet als je maar één schot in het been wilt. In ieder geval... Ze lopen dus altijd zo rond. Mocht de shit nou echt uit de hand lopen, dan kunnen ze heel makkelijk, of dan kan ik heel makkelijk, even een helmpje opzetten. Die helm hangt normaal aan de broek. Er zal nu even een foto in beeld komen hoe ze eruit zien als ze zo rondlopen. Dus de BE beveiligingseenheid of bijstandseenheid, ook wel genoemd. Ik zie er natuurlijk niet helemaal hetzelfde uit, maar ik denk dat het best wel goed gelukt is. We hebben natuurlijk we hebben nu een beenholster, een MP5 en deze gepantserde Touareg. Dus laten we de straat op gaan. Zijn we überhaupt wel ingemeld? Want ik krijg nog geen meldingen. Al heel lang niet. Nou, laten we gaan. Wat gaan we vandaag doen? Van alles en nog wat. We gaan gewoon sowieso wel naar de misschien wat grotere meldingen. Maar we gaan ook gewoon wat noodhulp draaien. Waarom? Ja, omdat het anders misschien een hele saaie video wordt. We gaan ook wat voertuigen controleren misschien. Daar zullen we de MP5 even voor achterwege laten. Maar dat is natuurlijk... wat overdreven als je een staanhouding doet en je krijgt meteen een MP5 voor je. Ja, ik krijg wel mee. Voertuig gemaakt door team MOH. Wacht even, nou, even kijken. Die rijdt. We zien hier en dan weet ik niet of het tegen het verkeer rijdt of... Dat hij van me afrijdt. Hij rijdt van me af. Hè. Dus tegen het verkeer en de snelweg op. Jongen, jongen, jongen. Ah, hij is al weg. Ja, logisch. Of ja, logisch. Moeilijk lekker. Of lekker moeilijk voor mij als hij... kreeg nauwelijks kans. Ja, dat is ook wel een melding voor mij. Staat ergens iemand, dankjewel, op een dak of zo. En die wil iemand omleggen met een wapen. Ja, ik moet hier natuurlijk wel opletten. Het is wel een uitrijconstructie, dus hij had geen voorrang. En die beste man is zoek. Die staat namelijk hier recht boven mij. Ja, mijn laddertje zoeken. Hij heeft mij nu natuurlijk wel al zien aankomen. Wat we gaan doen. We doen wel meteen even ons helmpje op. En dan gaan we naar boven. Ja, normaal rijden deze ook nooit apart, denk ik zo. Maar ik wel. Omdat ik geen collega kan samenstellen die zo uitziet. Politie, laat vallen de wapen. Stop, police! Neerleggen en op je knieën gaan zitten. Zo is goed, nu even. Geen rare dingen doen. Je bent... Hey, geen rare dingen doen. Je bent aangehouden. Verboden wapenbezit. Poging doodslag kan ik niet helemaal bevestigen, denk ik. Maar goed. We gaan zo meteen eens een rondje lopen op de pier. Die ligt daar namelijk. Ik zou graag een transportje deze kant op. Ik heb gevraagd om een assistentie.
Want op de pier daar is het druk. Dus misschien, en daar is kermis, misschien dat daar wat extra toezicht moet worden gehouden. Dus dat gaan we wel doen. Ik had die sniper, hij had nog een sniper bij. Hij heet John Malik. Een collega komt met de Audi. Om hem mee te nemen. We gaan eens even te voet de pier op zometeen, of zometeen nu. Zet onze auto even vooraan bij de pier. En we gaan een rondje lopen. Kijken of daar nog wat te beleven valt. Ik ben niet vertrokken, of deze auto hier doet wel heel raar. Ik spreek even snel aan. Stop eens, oh, stop. Stop whatever the hell you're doing! Wat ben je allemaal aan het doen, joh? Gaat wel helemaal lekker. Kijk, dit zijn zijn dingen. Het is natuurlijk wel een hele rare situatie met zo'n auto even in een voetgangersgebied te scheuren. Dit is nog wel een weg waar je mag rijden, maar toch. We gaan even... Ja, goed. Hé, hey, luister eens, jij bent aangehouden. Je wordt nog gezocht. Zij gaat met mij mee. You little dick. Ga mee werken of niet? Oké, wacht. Alright. Wait up. Ik wil eigenlijk deze. En nu gaat het fout. Zo. You're under arrest, you piece of nee, niet jij. Oké, okay, luister eens. Jij bent aangehouden. Omdraai, geen rare dingen doen, je wordt nog gezocht. Dus dat gaan we voor het bureau uit laten zoeken waarom je nog wordt gezocht. Dan komen we vrij. Sorry voor het ongemak, het moest even. Oké. Okay. Je gaat niet met die auto natuurlijk. Nee, dan moet je weer... Wat ben je nou moeilijk aan het doen, joh gek? Iemand met een bom loopt daar beneden. Het is raak hier op de pier en op het strand. Ja, ja, prio 1 onderweg hoor. Krijg ik alleen niet. Draai me alsjeblieft niet aan, dankjewel. Ah, oké, top. Hey, ik ga er snel vandoor, want we moeten iemand aanhouden die hier beneden loopt. Ik denk dat ik eigenlijk beter gewoon kan gaan lopen. Want mijn auto moet ik anders helemaal omrijden. Dus ik loop gewoon. Met mijn MP5. Oh, nu komen er vier takelbusjes dingen. Of ik ren eerder gezegd. Loopt dus iemand met een bom over het strand. Ben benieuwd. Ik heb wel de verdachte in zicht. I'm splurging on some my hey, I haven't seen you at the Epsilon training, you okay? Hell yeah! Nou, bij het water, weinig mensen eromheen, dat is mooi. Wim heeft wel een conditie, zeg. Misschien toch beter de auto kunnen pakken. Oeh, nu zijn er meerdere mensen omheen. Twee. Dames. Oh, ik ben dood. Hey, goeiedag, IJsteris. Hi. Ik wil even dat je niet raar doet. Wat heb je? Hoe gaat het ermee? Dankjewel, buurlijn mevrouw. Niet goed, ik heb een bom in mijn handen, snap ik. Wat ga je met die bom doen? Ik heb deze bom gevonden naast de weg. Ik breng hem naar het politiebureau, alsjeblieft. Hier heb je hem. Nou... Nou ja. Oké, okay, luister. Het kan wel zo zijn. Gaat wel even met mij mee. Omdraaien alsjeblieft. Nou, je hoeft niet op je knieën te gaan zitten in het water, maar goed. Als je eenmaal aanhouden. Ja, hij zit ook vol met bloed. Zo te zien. Dus ik vind een heel rare man. Het is ook warm, hij heeft een winterjas aan. Een muts op. Ik ga nog even fouilleren.
Heb je nog andere dingen bij die je dan niet bij mag hebben? Een vuurwapen, meerdere bommen nog erbij en een machete. Oké. Okay. Goed, luister. Jij gaat even kijken. Met mij mee. Voor mij is snel een identiteitskaartje waar ik die kan pakken. Okay, even die transport die komt van het via de zee. Nee, dat kan niet. Hij span in ieder geval in de zee. Dus die Audi geef ik weinig hoop. Ik hoor hem wel nog. Wow, oké. Okay. Hey Audi, mooi man. Goed, ik zie jullie zo meteen weer als ik terug bij mijn auto ben. Tot zo. Ik kon een melding binnen. Brandstichter bij vliegveld. Ja, ik ga die kant op. Ze hebben mijn assistentie gevraagd daar. Prio 1 met toestemming. Oh, er staat die gas hier nog. Maar dan moet ik dat. Hey joh, wat doe jij nou? Ik was even niet aan het opletten, ik was even naar de route aan het kijken. We zijn er bijna, sirene gaat eraf. Voor een eventueel heterdaadje. Dan hoort hij mij al aankomen. Hier rechtsop. We houden onze ogen nu open voor eventuele mensen die hier rennen met een jerrycan ofzo. Ook al kun je er nu niet heel veel mee. Omdat als je hem aanhoudt dan krijg je waarschijnlijk dat hele script omdat je eerst naar die brandweerman toe moet. Maar goed, ik heb ook niemand zien rennen. We gaan eens aanhoren hier met... Zo dan, ik ben weer helemaal kapot. Niet gezond voor mijn hart. Hoi, hey, we zagen een man rennen in die richting op. Hij heeft wel een brand, zijn jerrycan bij zich. Oké, okay, dankjewel. Nee, ik ga naar... Wacht even, die gas schiet op mijn collega's. Laat vallen de wapen, kom op. Oké, okay, die is dood. Dan gaan we snel door naar de jerrycan, man. Brandweer denkt, ja jongens, trap hem maar even na of zo. Kunnen ze ook zeggen dat ze iets gedaan hebben. Een man met een jerrycan, die kan niet heel moeilijk te vinden zijn. En dat is ook niet zo. Hoi, blijf staan. Stop, police. Hoi, staan blijven. LSPD, don't make me shoot you. Hij twijfelt wel even. Hij bleef staan als ik schoot, maar hij blijft toch rennen. Staan blijven. Met mij wil je geen ruzie vandaag. Wow, hold up. Wait up. Kom op, staan blijven. Police. Ja, laat dat ding rustig op de grond. Zet dat ding rustig op de grond. Of hou hem vast, ook goed. Je bent aangehouden. Voor brandstichting. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagen. We are code 4. No further units required. You, you dick! Oh, wat heb ik gedaan? Nou, drugs is afgenomen. Duurt allemaal weer even. Oké, okay. Transportje raakt deze kant op. Ja, ik ga even vieren. Ik heb gevraagd om uw assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in Los Santos International Airport. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Je had MDMA bij.
Nou, we gaan onze auto weer opzoeken. En na de laatste melding van vandaag, misschien nog wat spannend. Ik ga het zien. Oh, ik heb die helm nooit meer afgedaan, joh. Nou goed, dat, ik dacht al van tevoren dat dat ging gebeuren. We zullen hem nu even afdoen. En nu even met het petje verder. Zijn we net... wilden we net even naar dit gebouw gaan, of ja, we, ik, hierboven, komt er een gijzelsituatie binnen. Nou, dat vind ik ook wel een mooie melding voor ons. Dit is natuurlijk een groot gebouw van de FIB of wat het ook is. Ja, dat moet natuurlijk ook bewaakt worden. Moet je een beetje zien als... ja, nou ja, laat maar. In ieder geval, hier is een gijzelsituatie aan de gang. Stop, laat de wapen vallen. Laat vallen. Staan blijven, kom op. Niet schieten, laat los de wapen. Laat los. Laat... Kom op, staan blijven. Wat doe je nou allemaal, vrouw? We gaan over op dodelijk vuur. Dat heb ik ook gedaan. Het gebied is veilig, want ik hoorde nog iets. Ik geloof dat iemand gewoon tegen mijn auto aanrijdt. Die vrouw was een gevaar voor mijn omgeving. En voor mijzelf. En voor zichzelf misschien. Zij rende namelijk weg. Nou, dat vond ik een gevaar. Nou, daar ben ik weer. Er ging even iets mis. Inmiddels is de ambulance wel gekomen. Heeft mijn vrouw meegenomen. Is hier alles opgeruimd en zo. En wat ik wilde zeggen... is namelijk dat waarom ik naar schoten, waarom ik uiteindelijk dodelijk vuur toepasse, was die mevrouw rent weg met een vuurwapen. Nou, dat is een reden om te schieten. In principe, misschien eerst een waarschuwingsschot, maar ja, zelfs ik geloof dat je toestemming hebt om dan te schieten in het been. Kijk maar naar de video die laat online werd gezet door politie, weet ik niet precies waar. Maar in ieder geval van een jonge man, 15 jaar of zo, die had iemand bedreigd met een vuurwapen. Agent komt hem tegen, zegt dat hij zijn handen moet laten zien. Jongeman rent weg, agent schiet in de lucht. Had zelfs in zijn been mogen schieten, meen ik. Nou, dus ik schoot in het been. Waarna zij opstond, weer weggerend. Ik schoot nogmaals, kijken wat dat voor een effect gaf. Want het eerste schot gaf dus geen effect. Nou, daarbij schoot zij. Moest ik helemaal opletten, dat schot dat ging geloof ik ergens hier de grond in. Ik schoot nog een keer, want ze rende nog. Nou, en uiteindelijk... viel ze, maar begon ze zo vaak te schieten in het rond dat die kogels elke weg, ja, elke kant op vlogen. Dus daarbij heb ik besloten om te schieten, omdat ik dacht van ja, ik weet niet waar die kogels heen gaan, wie die kogels dadelijk raken. En dus nou, heb ik dodelijk vuur toegepast. Ben je het er niet mee eens, laat het maar zeker weten in de comments en ik discussieer het graag met je uit. Als dat een hele mooie zin is, ik vind van wel. En voor nu ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graag over een aantal dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn, even spieken. Nee, dat heb ik nog niet in de planning staan, geloof ik. Dus dat is een verrassing voor jullie. En voor mij dus ook nog. Nou, tot dan. Doei!